Ik vind dat verbazingwekkend. We leren rond ons zesde leren we lezen. Maar later leren we nooit dat je eigenlijk wel 10, 20, 30 soorten leeshouding zijn. Tot zover het auteursrecht. En dan wilde ik ook iets doen, iets heel Radio 4's even doen. Dit was Fantasie in C, D934, deel 1, Andante, motto voor viool en piano. Ja. Van Franz Schubert. Kun je uitleggen waarom je dit wilde laten horen? Dit gaat nog zo'n beetje een minuut, anderhalf minuut door. Mm-hmm. En het is niet meer dan een tremolo op de piano en één streek omhoog en naar beneden op de viool. Anderhalf minuut. Als je dat op papier, in de partituur had gezien en ik had het geschreven, had gezegd, nou, waardeloos, leg ermee. Beetje komisch. Kan niet, werkt niet. Ja. Het is, loopt daar een kat over de piano of is het een beetje je vingers warm maken. En bij Schubert werkt het natuurlijk altijd. Het belangrijkste vind ik eigenlijk, als je dit met sonatenoor had gehoord, dan denk je van, ja, hoe moet ik hier naar luisteren? Mm. Dit is niet het normale... uitleggen, spelen van een thema introduceren of een motief. Iets een motief wat, ja. En dat ga je later uitwerken. Dan krijg je een doorwerking en een conclusie en een afsluiting. Ik denk, degene die het voor het eerst hoorde, van, nou ja, laat ik maar even mijn oren, alles wat ik ooit gehoord heb, aan de kant zetten en ik moet nu nieuwe gaan horen. En ik heb niet voor niks. Mijn boek begint met een zin van anderhalve bladzijde. Ja. En ik wist altijd dat ik zo wilde beginnen, maar ik wist ook dat gaat goed werken, omdat iedereen die leest waarachtig beschrijvingen uit de permafrost, voor eerst heette het aantekening uit de permafrost en later, of eerst brief uit en daarna aantekening uit de permafrost. Als ook iemand maar denkt van, oh mooi, een boek over een boek over klimaatverandering, misschien een pamflet. Dan is meteen naar die eerste bladzijde genezen, dan weet hij van. Dus, en eigenlijk doet Schubert hier ook, want als je het vervolg van deze fantasie hoort, dat is dan ook echt een fantasie. Dus je zet meteen de houding van de lezer of de schrijver op scherp. Ja, dus eigenlijk, ik vind dat verbazingwekkend. We leren rond ons zesde leren we lezen. Maar later leren we nooit dat je eigenlijk wel 10, 20, 30 soorten leeshouding zijn. Ja. En we weten, oké, poëzie, nou ja, moet ik iets anders lezen dan proza? In ieder geval anders bij kijken. Ja. In ieder geval dat je de dubbele betekenis hebt. Ja, ik snap hem wel. Ja. Ja. En, een essay moet je ook altijd anders lezen. Ja. Maar elke roman, nou ja, zou je anders kunnen lezen. En ik kreeg ook een reactie, wanneer was het? Maandag bij de Libris uitreiking. Ja. Van een lezer dat hij eerst dacht, een jurylid, wat moet ik hiermee? Mm-hmm. En toen had een ander jurylid gezegd, lees het als poëzie. En toen ging het open. Ja. Dat vind ik een interessant gegeven, want ik kom vaak in een klooster. Vaak in ieder geval één keer per jaar een week, een Benedictijner klooster. En daar wordt de Lectio Divina is daar belangrijk als onderdeel van. Dat is ook een soort gebed. Mm-hmm. En wat je dan doet, is dat je leest. En overal waar je maar een associatie hebt, of even wil mediteren of contempleren, stop je. En dan ga je daarover nadenken. En dan ga je of ga je biddend over nadenken. Of ga je zoeken naar associaties. Dan ga je misschien, de monniken hebben dan misschien naast het Nieuwe Testament het Oude Testament liggen. Of is misschien een uitleg van Augustinus. Ja. Dus dat is al een andere manier van lezen. Mm. Maar ik was een keer in Istanbul en ik denk dat het een zaterdag was. Heel vroeg liep ik door die stad, liep ik een moskee, het binnenplein op en er was een Koranschool. Een beetje melkachtig glas en zag je allemaal kinderen, op knieën natuurlijk, zo'n beetje bewegend, de Koran lezen. Een hele fysieke leeshouding. Ja, precies. Maar ook het ritme van, ik kon het niet verstaan. Maar je hoorde hoe muzikaal, hoe mooi de Koran is. Ja. Je snapt waarom mensen die de Koran kennen ook denken dat is Gods woord. Of dat is die taal, die leer je moeiteloos uit je hoofd. Ja. Dus dat is alweer een andere leeshouding. En dat vind ik vaak zonde dat sommige boeken
daar niet mee spelen. Ja, en maar ook dat sommige boeken dat een andere leeshouding verdienen. Maar eigenlijk al voordat de lezer daaraan toe is, al afgekeurd is of weggegooid. Of... En een goede schrijver en een goede componist in deze zin ook, die kan dat dus ook voor zichzelf organiseren. Die kan met een begin of met een eerste toets of een eerste hoofdstuk een leeshouding cultiveren misschien wel. Ja, dat hoop je, maar dat kan. Ja.